De stichting Beautiful After Breast Cancer focust zich vooral op patiënten die eigenlijk hun behandeling al achter de rug hebben, borstkankerpatiënten die hun behandeling achter de rug hebben. En we zetten ons vooral in voor het welzijn en het welvoelen van die patiënten. Toch bedankt om dit te willen doen voor onze stichting. Dat is een organisatie die mij zeer nauw aan het hart ligt. En waarom? Om de simpele reden, toen ik mijn vrouw Claire nog maar pas een jaar had leren kennen, werd ze geconfronteerd met borstkanker. Dat was ook de eerste keer in mijn leven dat ik het woord borstkanker hoorde. Ik had er nooit van mijn leven van gehoord. En plotseling bleek iedereen in onze kennissenkring of zelf borstkanker patiënt te zijn geweest of iemand te kennen die ook hetzelfde probleem had. Het is enerzijds fundraising. We willen enerzijds natuurlijk, we moeten overleven met geld natuurlijk. Anderzijds willen we ook iets leuk van maken, iets origineel, iets creatief, iets artistiek. En ik denk dat Dirk daar perfect in geslaagd is. From Hope to Joy is een project wat we doen nu met de Brussels Philharmonic, met heel veel solisten. De muziek is een beetje gefocust op de muziek die ik zelf heb gecomponeerd. Ik heb ze heel specifiek gekozen, omdat het zeer emotioneel geladen muziek is natuurlijk. Inderdaad, in de beginfase, moeilijke periode, mensen hoop geven, informatie geven. En in de tweede fase, als eigenlijk die berg overgegaan is, om dan eigenlijk ook de boodschap te geven van kijk, vreugde, joy is eigenlijk perfect nog mogelijk in een nieuw leven. Een leven dat misschien beter is dan ervoor. Een tijdje geleden had ik de jonge choreografe en danseresse Hannes Schillemans leren kennen. Kijk, ik ben met een project bezig. Zie je dat zitten om daar mee te helpen over nadenken en daar een choreografie over te maken. We zijn dan beginnen grasduinen in het repertoire. En heel snel zijn we uitgekomen bij mijn vioolconcerto Black, White en In Between. Aanvankelijk had ze mij gevraagd om een solo hier op te voeren, maar ik dacht, als ik dat op mijn 26e met twee gezonde borsten ga doen, hoe geloofwaardig gaat dat dan overkomen? Ik dacht, wie kan dat nu beter vertellen dan 11 mensen die het gewoon aan levende lijven hebben ondervonden? Mijn choreografie gaat eigenlijk over een vrouw die zo pas de diagnose van borstkanker gekregen heeft. En ze komt daardoor in een hele race van emoties, van woede en ongeloof en kwaadheid, verdriet, angst ook heel veel. Moment dat ze tonen aan mij van kind, we hebben het ook gehad. Die eerste 5 seconden ben je een beetje nerveus, maar nadien valt dat weg en geniet je gewoon van het moment. Dus we hebben ongeveer 6 weken gerepeteerd, toch aan een ritme van 2 keer per week zeker, 3 uur per repetitie. Tussen de dames heb ik een klein beetje een uitzonderingspositie, maar dat in het begin voelde ik dat, maar na een tijdje kan ik me eigenlijk wel helemaal hetzelfde gedragen dan de anderen, tegenover mijn dochter, denk ik. De rollen zijn nu in de krom gekeerd, zij even te zeggen, en ik niet. En vroeger was het altijd anders. Ik ben super trots op haar, over wat ze nu aan het doen is. Thank you.
toen ik de eerste repetitie zag, weliswaar met band en de 10 dames, dan ik kon echt geen woord uitbrengen. Ik was mijn stem kwijt. Ik denk dat mensen het gewoon moeten opnemen van hun eigen ervaring. Ik wil ook helemaal geen verhaal de mensen opdringen. Ze moeten echt hun eigen associaties vinden in het stuk. En als ik ze geraakt heb op een manier, ben ik eigenlijk al heel blij. Vond ik fantastisch. En de inspanningen die iedereen geleverd heeft. Gewoon vrij, zonder het te moeten doen. Dat vind ik gewoon fantastisch. Misschien het allerbelangrijkste en het allermooiste in het leven en in de maatschappij en in ons vak. En met name in ons vak, hè, de kunsten, is dat je iets terug doet voor de maatschappij. Hè. Ik denk dat dit een uitgelezen moment is om iets terug te doen. Vooral die dames die geconfronteerd worden met die ziekte, die overwinnelijk is. Hè, dankzij Philippe Blondel en vele andere collega's van hem, vele andere professoren, is er heel veel research. En zijn er toch wel oplossingen. Als ik kijk, Claire beweegt zich als een vis in het water, alsof er niks gebeurd is. Dus uiteindelijk geeft dat toch wel zeer veel energie en zeer veel hoop aan de mensen die ermee geconfronteerd worden.